Bikers. Vandaag zijn we hier bij de Oldtimer Dag in te rijden bij Kees Dame. Ja, en het is hier al hartstikke druk en gezellig. Dus laten we samen even een kijkje gaan nemen. Morgens maak je klappen op straat. Bam, 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 bam. Kijk, gaan we het raam dan, zie je nog gaan. Ik sta hier vandaag naast Kees Dame. En Kees, wat is hier vandaag eigenlijk allemaal te doen? Nou, het is een hele mooie Oldtimer Festival hier nu. En open dag van Loonbedrijf Dame, 90 jaar bestaan. En het is hartstikke druk hier. Ja, dat is zeker wel te zien. Echt superveel mensen. En hoeveel trekkers staan hier nu ongeveer? Wij denken iets van 200 trekkers. 200 Oldtimer trekkers uit heel de regio. Zo, dat is echt wel hartstikke mooi. En wat is er naast Oldtimers bekijken nog meer te doen? Houtzagen, springkussen, hamburgers bakken, frietbakken, alles. Daar hebben we gerstdorsen, die hebben we gisteren met de zeilbinder gedorsen, gebonden. En die zijn we nu aan het dorsen. Nou, dus je hoort het, naast Oldtimers bekijken ze nog veel meer anders leuke dingen te doen. Nou, laten we een kijkje nemen. Eigen loeijacht met elkaar over straat. Bam, 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 bam. Gas erop, want ik zijn al wel laat. Bam, 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 bam. Ben je mis, zwaar te groot, niks dat is. We staan hier dus nu bij de landbouwmachines. Het zijn er een hele hoop. Ja, vroeger werd natuurlijk alles met de hand gedaan, maar dat is al lang niet meer. Dus ja, daar gaan we nu even een kijkje nemen. Alles, alles wat klaar je kan, daar kap ik thuis op een dam. Ben je mis, zwaar te groot, niks dat is. We staan hier nu bij alle oude landbouwmachines. Achterbij worden die ook allemaal gedemonstreerd. Er wordt ook hout gehakken en er wordt ook geaangedorst. Ik zit hier nou tussen deze mannen en wat brengt u hier? Nou ja, wij komen eigenlijk van origine uit het loonbedrijf, dus tractoren dat blijven altijd trekken. En zodoende, en in de Oldtimer gebeuren terechtgekomen. Ja. En zodoende. Nou, wat is uw naam? Jan Rox. En wat brengt u hier? De tractoren. Is uw eigen tractor ook bij? Ja. Maar vooral andere tractoren bekijken. Hè. We gaan gezellig een praatje maken. We gaan wat zitten, we drinken wat. Nou, dat is al. Nou, dat klinkt hartstikke gezellig. En welke trekker is van u? Die staat niet hier. En wat voor soort trekker is het? Het is een Massey Harris. Oh, nou ja, dat is wel een mooie. Ik weet eigenlijk niet hoe die eruit ziet. Ben je mis, zwaar te groot, niks dat is gemeentebond. Al gauw rap, die lijst nog maar, en kap het terug in de kaart. Als ik s'nachts terug naar de ware vrij, bam, 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 bam. Hallo, wat is uw naam?
Hey Jill, ik heet Piet. Piet Hermus. En Piet, wat brengt u hier? Wat brengt mij hier? Ik woon hier vlakbij. Kees Dame ken ik al heel lang. Hij was vroeger mijn loonwerker. Ik ben ook boer hier in de polder. Dus ik kom zo eens kijken. Want Kees zijn loonbedrijf bestaat ook 90 jaar. Eigenlijk kennen Kees en ik elkaar ook al ons hele leven lang, zeg maar. Dus ik woon hier vlakbij. Nou ja, dat is wel mooi. En heeft u zelf ook een trekker die hier staat? Ik heb wel een trekker, maar die heb ik thuis staan. Oh. Ik heb ook wel een oude trekker uit 1970. Die had hier best bij kunnen staan. Alleen hij ziet er niet zo mooi uit. En Piet, we hebben bij de VVV een foldertje liggen van Tour de Boer. Ja. Wat houdt er eigenlijk in? Dan kun je in de zomervakantie op allerlei boerenlocaties gaan kijken. In Drimmelen, Geertruidenberg en Oostrout. Wat je kunt, en er wordt uitgelegd wat er op dat bedrijf gebeurt. Toevallig ben je hier ongeveer op de grens van de gemeente Drimmelen en de gemeente Moerdijk. Afgelopen donderdag was koningin Maxima bij ons in de buurt. En toevallig starten ze ook weer bij een van de boerderijwinkels die meedoet met de boereninzichtroute. En dat is niet voor niks. Nou, zoals Piet zegt, zeker de moeite waard om een keer te gaan bekijken. Nou, je komt hier een hele hoop bekenden tegen. Ik zit hier nu naast Kees en Nina de Leeuw. Opa is lekker met kleindochter op pad. Hebben jullie al een lekkere hamburger op? Nee, wij zijn eigenlijk gelijk begonnen aan het bier. Ja, lijkt me zeker zo verstandig. Ja, en is het bier lekker? Nou, hij gaat er goed in. Hij gaat er goed in. Nou ja, dat is al belangrijk, hè? En zijn jullie nog meer bekenden tegengekomen? Ja, volop. Volop, tuurlijk. Hè? In het boerenbedrijf, dat spreekt hem van zich, hè? En hebben jullie hier ook nog een trekker of zo staan? Nee, wij zijn met de oude cabrio gekomen en er staan er een hoop in de schuur, maar die staan daar nu nog steeds. Dus. Stinkerpot maakt hartstikke blij. Bam, 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 bam. Oude landbouwmachines en trekkers kun je hier ook oude auto's bekijken. Oldtimer auto's en kijk eens hoe gaaf dit is. Er staan ook allemaal kaartjes bij met informatie over de auto's. En het is toch echt super gaaf om dit te bekijken. En ja, stel je voor ook dat je hierin in hebt gereden. Ja, dit is toch gewoon prachtig. Ik zit hier naast een heel belangrijk persoon. Hij is de organisator van dit evenement. Wat is uw naam? Mijn naam is Kees Kapituin. Ik ben de voorzitter van Oldtimer Club Overbos. En u heeft dit evenement georganiseerd. Was het veel moeite? Dat was wel veel moeite, maar ik heb het niet alleen georganiseerd natuurlijk. Dit heb ik samen gedaan met loonbedrijf Kees Dame. En ook met de OTMV, dat is het Oldtimer Club van Noord-Brabant. En hoe lang van tevoren zijn jullie al mee begonnen? Nou, Kees Damen is er zeker een maand aan het ruimen, denk ik. Maar wij zijn een maandag begonnen om 8 uur met het opruimen en het inrichten van heel het evenement. Ja, en het is een groot succes zo te zien. Komt dit volgend jaar weer terug? Nou, dat weten we niet. Dan moeten we nog eens een keertje met z'n allen bij elkaar komen. Of dat we het volgend jaar weer doen, want als het 1 jaar goed gaat, dan valt het niet mee om het aan het jaar te overtreffen. Oh, die wil het niet weten. En daar binnen ook bergen om mijn klompen en zo allemaal is er ook, hè. En die komt hier een liedje zingen. Er staat hier een harmonica. En wat denk je? Die doet playbacken. Dat kan ook, hè, met een harmonica. Ja, het kan allemaal. En heb je zelf hier ook een trekker staan? Maar natuurlijk, die blauwe Ford vooraan. En die staat in de VIP.
Die heb ik in de VIP mogen zetten, omdat ik hier eigenlijk wel een beetje bekend ben. En zodoende mogen ik hem in de VIP zetten. En wat is de VIP? Nou, de VIP is iets geweldigs. Al die mensen en jongen die hier zo geld in gestoken hebben, die mogen allemaal in de VIP. En die krijgen de drankjes voor niks en het eten voor niks. En ik denk van alles krijgen ze voor niks. En dat is de VIP. Als je maar genoeg geld in de potje duwt, jongen, dan mag je in de VIP zitten. Ja. Nou ja, dat is een keer wat anders om hier mijn opa te interviewen. Nou ja, bedankt opa. Ja, geen dank meid en graag gedaan voor jou, hè. Ik doe alles voor jou. Nou, bij deze is alweer de afsluiting. Dit evenement is hartstikke leuk voor jong en oud. Ik wil de organisatie en Kees Dame bedanken voor de gastvrijheid. En ik hoop dat jullie net zoals ik hebben genoten van deze beelden. Bedankt voor het kijken. Houden!